Het is vandaag vrijdag 27 april. Het is Koningsdag 2018. Dames en heren, welkom bij het Koningsjournaal. Ja, we zijn op pad. We zijn begonnen. Het is nu op dit moment 10:50. Dus het is nog vroeg. Maar het is al echt druk hier. Echt wel, ik sta hier in het Beekpark en we gaan natuurlijk de hele stad door. We gaan naar de kermis, we gaan naar het Oranjepark. Er is ook een ploeg van ons die gaat naar de Maten, naar het Fort, naar het winkelcentrum, naar Uggelen. Dus ik zou zeggen, gewoon de hele dag blijven kijken naar dit Koningsjournaal. Goeiedag meneer. Ja, het gaat hier af en aan, echt waar. Ik ga even naar die mevrouw hoor, even vragen hoe het gaat. Mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, prima. Nog een beetje fris, maar het gaat goed. Ja, ik zei het al, het is al best wel druk. Het is nog geen 10:30. Nee, nou ja, wij keken net ook al. We zeiden het is nog zo vroeg van de dag. Maar het moet een beetje zon doorkomen. Dan gaat de goede kant op, denk ik. Ja, dat komt nog wel. Wat heeft u allemaal te koop, mevrouw? Bent u aan het punniken geweest, zie ik? Punniken, haken, beton, breien, van alles. Gewoon. En u denkt het is genoeg, ik wil het kwijt? Zegt u? U dacht, het is genoeg, ik wil het kwijt. Nee hoor, want ik doe dit wel vaker, dus dan zoeken we weer een ander kraampje op. Oké, nou, ik zal zeggen, u heeft de dekens ook bij u, dus als u het koud krijgt... Nee, maar als het koud is, dan kan ik eronder kruipen. Oké, ik zeg, maak er een mooie dag van. Goedemorgen, wijs jongetje. Ja. Ja, dat zei jouw opa. Jij bent wijs. Waarom ben je zo'n wijs jongetje? Nou, ik doe het eigenlijk wel goed op school, vind ik zelf. Vind je dat zelf? Oké, hoe goed doe je dat dan? Heb je allemaal 10 of zo? Ja, ik heb nog niet echt rapporten, maar ik mag hoger werk doen dan de andere kinderen. Oh, wat geweldig zeg. En hoe voelt dat? Dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk. En doe jij hier op de markt nu ook andere dingen als andere kinderen of doe je hetzelfde? Nou, ik doe hetzelfde. Ik ga een beetje verkopen. Wat heb je te koop? Ja, heel veel kinderspulletjes. Die zijn van jezelf? Ja. Dan gaan we al op zolder. Ja, dat moet een beetje opgeruimd worden dus. Heel wijs van jou. Goedemorgen meneer. Oh, goedemorgen. Hoe is het? Goed, met mij wel. Kunt u iets vinden hier? Ja, ik heb wat gevonden, ja. Wat? Oh, banden voor de fiets. Ja. Hey, bent u blij mee? Ik wel. Ja, waar bent u nog meer naar op zoek? U stond daar net zo geïnteresseerd te kijken bij die vaasjes. Nou, eigenlijk een beetje van alles. Van alles? Ja, ligt meer dan. Ja. U hebt nog wel ruimte in huis? Jawel. Kan nog veel meer bij? Nou, veel meer niet, maar er kan wel bij. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Hallo. Wat verkoopt u? Nou, van alles en nog wat. Wat heeft u in de aanbieding vandaag? Ik heb een hele mooie Playmobil school voor maar €25. En net een Playmobil kenner die zei tegen mij, daar moet je €40 voor vragen, maar €25 doe ik het op. Hoe oud is het dan? Het is denk ik wel 5 jaar oud. Oké. Maar dat blijft, Playmobil blijft mooi. Oké, en heeft u al wel mensen gehad die zeiden van leuk, maar ik vind het te duur? Bij de school? Nee, nog niet. Maar ik heb nog geen koper gehad, dus in zoverre. Playmobil en cake zie ik, cupcakes. Ja, dat is van mijn nichtje. Die heeft net cakes ook voor ons gebakken. Oké. Dus, en ook voor ons. Nou, als jullie er een willen, zal ik het vragen? Ja. Marlijne, mogen deze mensen een cakeje? We hebben geen geld. Dat maakt niet uit. Gratis cupcake. Nou Rob, kijk, dat is een lekker cakeje. Dankjewel. Ik pak hem zo voor hem. Oké. Tenminste, dat denkt hij dat hij één krijgt, maar jammer dan.